Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijdrijfwerk Thuis. Voor wie mij nog niet kennen, ik ben Annelies en mijn leerlingen kennen me als mevrouw Bakker. Welkom in mijn atelier. Voordat we de aflevering beginnen, heb ik nog een inzending gekregen van Filip. Hij maakte dit mooie spreukenboekje. Leuk dat je dit met ons hebt gedeeld. Dankjewel. Het begint alweer erg donker te worden. De winter komt er weer aan. Winter is coming. Vandaag ga ik aan de slag met het maken van een bliklantaarn. Wat heb je nodig? Een blikje of blikken, papier, potlood, liniaal, gum, schaar, tape, handdoek, spijker, hamer, wol en een lampionstok of lichtje. Deze lantaarn is leuk voor Halloween, Sint Maarten of gewoon omdat het er gezellig uitziet. Laten we aan de slag gaan. Hier hebben we het blik. Je kunt gewoon rustig gaatjes maken waar je wilt. Grote of kleine gaatjes, net wat voor spijker jij in huis hebt. Je hoeft hier in principe niet bij na te denken. Natuurlijk maak ik het mezelf altijd moeilijk. Voor mijn bliklantaarn wil ik met de gaatjes een patroon maken. Hiervoor heb ik een A4 papier gepakt en een potlood. Als je het papier strak om het blik heen draait en vasthoudt, dan kun je hier, waar het papier elkaar overlapt, een streepje zetten. En dan zie je dat hij hier is afgetekend. De bovenkant kun je makkelijk aftekenen door het blik ernaast te leggen en een streepje te zetten. Nu ik beide kanten heb afgetekend, meet ik ze op en teken ik hem ook af aan de andere kant. Nu kan ik de puntjes verbinden en dan heb ik een rechthoek. Hierbinnen kun je tekenen wat jij wilt tekenen. Zorg er wel voor dat je dit bovenste randje vrij houdt. En dat geldt ook voor dit onderste randje. En dan kun je gaan tekenen. Ik heb mijn tekening al gemaakt. Ik ga proberen om deze winterster of sneeuwvlok erin te boren. Zoals je ziet heb ik een matje neergelegd, een boor, tape en mijn uitgeknipte tekening. Allereerst pak ik een stukje tape, zodat ik de tekening op het blikje kan plakken. Ik vind het stukje papier nog iets te hoog. Dus ik knip aan beide kanten nog een randje af. Ja, nu past hij een stuk beter. Ik leg hem goed in het midden van het blikje en pak het eerste tapeje er weer bij. Hiermee plak ik de zijkant van het papier vast tegen het blikje aan. Druk hem goed aan, zodat hij niet loslaat. Natuurlijk nog een tapeje aan de andere kant van het papier, zodat hij goed vast zit en dan kunnen we beginnen. Omdat ik net een nieuwe boor heb gekregen van hele lieve vrienden, dacht ik ga hier lekker mee aan de slag. Halverwege kwam ik er echter achter dat jij dit beter niet thuis kunt proberen. Veel te gevaarlijk. Dus, don't try this at home. Oftewel, doe dit absoluut niet thuis. De boor is vrij zwaar en glijdt snel weg op het gladde blik. Je kunt hierdoor snel uitschieten en jezelf verwonden. Daarom spoel ik dit stuk heel snel vooruit, zodat ik je kan uitleggen hoe je het wel moet doen. Wat je wel moet doen is eerst een handdoek neerleggen, zodat het blik goed blijft liggen en minder snel wegrolt. Ook dempt dit het geluid als je er met een spijker en hamer op gaat slaan. Omdat ik nog wat kleine gaatjes wilde maken en alleen deze hele kleine spijker kon vinden, ben ik hiermee aan de slag gegaan. Ik zou jou aanraden om een wat langere spijker te gebruiken. Dat maakt alles een stuk makkelijker. Je houdt de spijker goed vast en zet het puntje op de plek waar je het gaatje wilt hebben. Nu sla je met de hamer op de spijker. Als je hard genoeg hebt geslagen, zul je als je de spijker weghaalt een klein deukje zien in het blik. Dit is heel handig, want nu blijft de spijker hier makkelijker op zijn plek zitten en kun je hem verder slaan zodat er een gat ontstaat. Zo ga je door met het slaan van alle gaten die jij in het blik wilt hebben. Ik heb mijn tekening er al eerder afgehaald, maar dit hoef jij niet te doen. Wel zou ik je aanraden om de stippen die je zet op de tekening, waar de gaatjes moeten komen, wat verder uit elkaar te tekenen. Hoe dichter je ze bij elkaar zet, hoe moeilijker het wordt. Dus ben je beginner, zorg er dan voor dat de stippen minimaal 1 cm van elkaar afgetekend zijn. Ben je iets meer gevorderd, dan kun je bijvoorbeeld een halve centimeter tussen de gaatjes laten. Natuurlijk kun jij dit zelf helemaal bepalen. En ben ik heel benieuwd wat jij ervan gaat maken. Je kunt ook meerdere blikken verzamelen. En bijvoorbeeld met je gezin of een groepje vrienden samen gezellig aan de slag te gaan hiermee. Maak allemaal een bliklantaarn. Je kunt hem gebruiken om mee langs de deuren te gaan met Halloween of Sint Maarten. Of je kunt ze in de tuin of binnen zetten met een ledlampje of kaarsje erin. Voor wat extra sfeer en gezelligheid deze komende winter. Wees altijd wel voorzichtig met vuur. Blijf er altijd bij in de buurt of blaas hem uit als je weggaat. Omdat ik een heel moeilijk patroon heb gekozen met veel gaatjes, ben je wel even bezig met het timmeren. Ik vond dat niet erg, want het is erg leuk om te doen. En hoe meer gaatjes erin zitten, hoe meer licht er naar buiten komt. Het is een leuke, vrij makkelijke en snelle manier om een lantaarn te maken. En wat helemaal tof eraan is, is dat je allemaal een heel ander blik kan maken door wat jij gaat tekenen. Voor Halloween kun je bijvoorbeeld een vleermuis tekenen of een pompoen. Als je meer herfst- of winterthema wilt, teken dan een blad of sterren bijvoorbeeld. Zo kun je voor elke gelegenheid wel een leuke tekening bedenken. Deze spijker die ik nu vast heb is een veel betere keuze, omdat hij een stuk langer is en daardoor makkelijker vasthouden en opslaan met de hamer. Met deze spijker maak ik aan de bovenkant, vlak onder de rand van het blik,
ongeveer in het midden tussen de tekening en de achterkant van de blik een gat. Zo, die is er doorheen. Je haalt de spijker er weer uit en draait de blik om, zodat je precies aan de andere kant nog een gat kan maken. Nu hebben we een blik met gaatjes aan de hand van onze tekening. Ik heb de lampionstok met batterijen, zodat hij ook brandt. En ik heb een stukje wol erbij gepakt. Zoals je ziet zit er een haakje aan de lampionstok. Ik heb een stukje wol nodig om het blikje aan de lampionstok te kunnen hangen. Je kunt natuurlijk ook touw gebruiken. Ik pak het uiteinde van de draad en maak het puntje tussen mijn vingers scherp door hem te draaien. Als hij aan het einde rafelt, kun je er een klein stukje afknippen. Ik doe dit even buiten beeld. Daarna kun je de draad door het gaatje hier aan de bovenkant steken. Soms zie je hem nog niet, maar kun je er met je vingers al bij, zodat je de draad er doorheen kunt trekken. Als we dat hebben gedaan, maak ik er een paar knoopjes in. In dit geval 3 knoopjes. 1, 2 en 3. En je raadt het al, het andere uiteinde van de draad steken we vanaf de buitenkant door het tweede gaatje aan de bovenkant van het blik. Nu wordt het ietsje lastiger, want we willen dat het touwtje op de goede hoogte komt, zodat het lichtje in het blikje hangt en het licht door de gaatjes goed naar buiten schijnt. Ik plaats het haakje van de lampionstok aan de draad. Nu hang ik het lampje erin en trek ik de draad aan, totdat het lampje op de goede hoogte hangt. Nu hou ik de draad goed vast op het punt waar hij door het blik heen gaat. Voorzichtig verwijder ik met mijn andere hand de lampionstok. En nu maak ik aan deze kant ook weer 3 knoopjes. De eerste is het moeilijkst, want hij moet wel op de goede hoogte blijven. Ook is de draad wat lang. Als je dat lastig vindt, kun je hem voor het knopen ook wat korter knippen. Controleer even of hij goed vast zit en dan kun je de lampionstok er weer in hangen. Als laatste knip ik de 2 draden aan de zijkant er nog even netjes af. En dan ben je klaar om langs de deuren te gaan. Dit is hem dan. Je zou hem natuurlijk ook nog een leuk kleurtje kunnen geven. Laten we eens kijken hoe hij er in het donker uitziet. Oeh, dat werkt beter dan ik dacht. Heb jij ook een lantaarn gemaakt voor Halloween, Sint Maarten of gewoon voor in de tuin? Stuur een foto van jouw resultaat naar me toe. Alle inzendingen zet ik natuurlijk weer op mijn Insta-account. Dus mocht je het leuk vinden, kan ik je naam erbij vermelden. Maar dat hoeft niet, je kunt ook anoniem blijven. Hou mijn Insta in ieder geval in de gaten. Tot de volgende keer! Doei!